Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben vanochtend met Jinte al heel vroeg naar de winkel geweest, want Jinte doet bij ons logeren. Ik ga heel eventjes vragen. Jinte, wil je op camera? Nee, Jinte wil niet op camera, dus die film ik nu niet. Ik vraag dat even netjes van tevoren, want ik ga ze niet zomaar op camera zetten. Maar ik heb wel fruit gemaakt voor Jinte, maar ik heb ook fruit gemaakt voor de rest van de Bambix-bende. Dat ga ik ze nu geven. Ze zijn boven op zolder de vloer aan het doen. En ja, voor de rest, we gaan zien hoe de week, de dag loopt. Ik was van het weekend was ik in de Kruidvat. En toen, ik wist dat Jinte dus hier kwam logeren. En toen zei ik tegen Niels, dit vindt Jinte geweldig. Toch? Ja. Ja. En jij wilde het samen op video unboxen. Mm-hmm. Ja? Dus Jinte gaat laten zien wat erin zit. Het zijn de Magic Mixies. En je hebt natuurlijk zo'n hele grote wat je ermee kan kopen. Mm-hmm. Maar ik zag deze kleintjes. En ik dacht, ja, ik weet niet precies wat het is. Maar Jinte zal het vast leuk vinden. Lukt het? Moet ik even helpen? Ja. Zal ik dit even dan doen? Ja. Kijk. Doe je dit verder trekken? Kun je het laten zien op camera? Het is dus een echte ketel. Mm-hmm. Kijk, ik heb natuurlijk geen meisjes, hè? Dus als ik dan iets zie, dan moet ik altijd bij Jinte denken. Zullen we deze er ook nog afhalen? Hé, hey, wel goed van jou. Laten we het eerst zo zien. Kijk, het is een echte ketel. Mm-hmm. Ja. En wat zit er in die ketel? Briefjes. Briefjes? Oh, hier zit in wat het is. Ja. Maar ze, je weet nog niet wat het is. Nee, dat klopt. Dat weet ik nog niet. Je krijgt daar zo'n beschrijvingje bij. En je krijgt er een boekje bij. Met wat het allemaal kan zijn. En je krijgt er zo'n ding bij. Dat is een toverstafje. Ja. Ja, een toverstafje krijg je er ook bij. En kijk, er zit in zo'n papiertje. Ja. Kijk je wat je hebt. Je hebt die. Vind je die leuk? Ja. Ja, vind je die leuk? Ja, hier, kijk hier. Bij het moet je omdraaien, denk ik. Hij heeft vier lange benen en een mooie lange staart. Ik weet niet wat hij precies moet doen. Bij mijn andere kan hij met zijn ogen zo met zichzelf bewegen. Oh. Oh, nou ook. Kijk maar. Moet je eens kijken. Voor het andere kleur, volgens mij. Dus als je hier zo doet, zo. Ik dacht dat het een andere kleur werd. Dit weten we niet, maar we hebben... Oh nee, hij doet iets met de handjes. Kijk, je moet hem in het licht doen, 10 seconden. En het stafje moet je in het water doen. Hè? Is dit echt alles? En nu ga ik de andere openmaken. Ja, ga jij die andere openmaken? Doe Mandy even kijken. Oh, je hebt verschillende. Je hebt Morphlings, Enchanters, Flyers, Spelsters. Jij hebt een Spelster. Die moet dus in het licht. En dan moet je deze moet je hierop doen. En dan gaat die met de handjes iets doen. Ga je dat doen? Ja, gaan we dadelijk doen. We gaan eerst die openmaken. En dan gaan we dat dadelijk doen. Lukt het? Moet ik helpen? Ja. Ja, deze gaat zo. Ja. Kom maar. Ja. Goed gedaan. En nu gaan we de andere openen. Ja. Die is weer een ander ding. Ja, je hebt, dus, dit is mijn water. Ik denk dat je hier met water iets hebt nou. Dus je hebt twee verschillende. Wauw. Ook weer een boekje en een instruction en alles. En je hebt deze.
Zal ik eens kijken? Welke ik vorige had? Ik had vorige keer... Deze heb jij hier. Dit is Gekkler. Dat is een spelster. Dat is deze. Ik heb die. Had je die? Die had ik de vorige keer. Had je die de vorige keer? Oké. Okay. En nou heb jij... Even kijken. Volgens mij. Een vanisher. Mijn is er staat, jawel, dat is deze. Niet daar. Zie je dat? Ja, maar waarom dan? Ik denk dat die paars wordt van het water. Let maar op. Let maar op, ja? Wat gaan we nou doen? We gaan dit heel eventjes jullie hier meenemen. En we gaan eens even kijken hoe en wat. We zijn erachter welke Jinte heeft. Deze is Nita. Nita. En die andere, deze, is Gekkler. En die vorige is... Dat is deze? Dat was die. Dat is Tuglin. Maar we weten nog niet precies wat Gekkler moet doen, maar daar komen we nog achter. Op het moment dat we erachter komen, gaan we daar jullie in meenemen en laten zien. Maar we weten wel wat Nita doet. Ja. Ik heb het heel even anders gedaan. Ik heb even opgezocht hoe en wat natuurlijk. We moeten ijsklontjes water hebben en we moeten warm water hebben. En het warme water zorgt ervoor, of het koude water zorgt ervoor... Dat hij van kleur verandert. Kijk. Ik weet niet of jullie het zien. Paars? Hij wordt... Paars. Paars. En nu? Wacht, wacht. Nog een keer die kouwe erop. Want dan kunnen we het beter laten zien, schat. Welke ballon heeft dezelfde kleur als de zon? Zie je? Wordt een andere kleur. Zie je dat? Ja. Dus als we hem dan nou gewoon helemaal in dumpen. Dan wordt hij helemaal paars. De... Het is de gele ballon. Zie je, dus een andere kleur. Dus je kan toveren. En nu is het warm. Ja, maar dit is koud. Ja, doe maar. Dan wordt hij weer doorzichtig. Ja. Dus wij kunnen toveren. Ja. Dus als we hem in het koude water doen. Is hij paars? En als we hem in het warme water doen. Tadaa! Dus inmiddels weten we dat we dat moeten doen. En dus, misschien. Dan kun je straks laten zien aan Niels. Misschien kan deze ook. Nee, maar die moet niet in de. Die moet in de zon. In de lamp. Zie je dat? Oh, ik zie het al. Je moet in het donker. Dus we moeten in het licht 10 seconden. Dan moeten we snel rennen naar donker. Maar dat kunnen we vanavond pas doen. Doen we dat vanavond dan? Als het donker is? Maar eerst gaan we... Dus, we doen vanavond deze nog even laten zien. Want die moet in het donker. Oh ja, ja, ik zie het. En het vest van Gijs. Ik ook. Ja, hij is glow in the dark. Hij is glow in the dark. Dat is dus het hele dingetje. Dus dat weten we. We weten nu wat deze doen. Jinte gaat nog even lekker verder hiermee spelen. En straks eventjes aan Niels laten zien dat je kan toveren. Nou. Ben je er blij mee? 1, 2, 3. Yay! Jij kunt het toveren. Nee, jij kan toveren. Ja. Nee, jij. Jij kan toveren. Jij. Dat is niet zo heel warm water. Dat is gewoon handwarm water. Dat is wel leuk, hè? Ja, ik dacht, Liam en Sam slapen nu. Ik denk, dan kan ik dit even met haar lekker doen. Gezellig. Toch? 1, 2, 3, 4. Is wel leuk. Ja. En ik heb... Maar wat doet mijn andere? Die andere, deze? Nee, mijn paarse. Even kijken. Die zou nachtzicht hebben, want het is een enchanter. Daar kleurt de ogen van. Zie je dat? Dat is ook zo. Weet je? Ja.
Dus ja, dat. En hoe oud ben jij? 7. 7. Dus meisjes van 7 jaar vinden dit heel leuk. Toch? Ja. En mijn vriendinnen. Jouw vriendinnen vinden dit ook leuk? Ja, die zijn ook 7. Maar die zijn ook 7, toch? Mm-hmm. Ja. Dus als je iemand kent die 7 jaar is en dan moet je een cadeautje voor hebben, ren naar de kruidvat, want daar hebben ze deze Magic Mixie poppetjes. Goedemorgen. We hebben al een ochtend erop zitten, het is 12 uur. De kinderen hebben allemaal fruit gehad, gedronken, alles. En nu ga ik tosti's maken. Voor Jinten ga ik een glutenvrije tosti maken. En dan vragen er heel veel mensen zich af, hoe doe je dat, Mandy? Want ik heb die vraag vanuit vrienden en zo allemaal al wel gehad. Nou, hoe doe ik dat? Dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb natuurlijk 2 stukken aanrecht. Heel simpel. Ik heb 2 stukken aanrecht. Die kant is glutenvrij en deze kant niet. Dus ja, ik heb een kaas in de koelkast liggen, die is glutenvrij. Die heb ik volledig, zeg maar, glutenvrij gehouden. Doe ik in een zakje, zat ik glutenvrij van tevoren, je handen wassen, et cetera. Nou, die heb ik net precies daar gesneden. Nou heb ik heel eventjes de tosti-apparaat van onszelf gepakt. Jint heeft de eigen tosti-apparaat mee. Jint heeft de eigen tosti-apparaat mee. Die is volledig glutenvrij. En die heb ik hier ook staan. Maar vooral heel veel handen wassen. Ik heb net de aanrecht voordat ik begon helemaal afgedaan. Maar het is vooral heel veel handen wassen. Vooral handen wassen en je oppervlakte schoon houden. Nou is het zo dat ik natuurlijk ook een kaas heb die niet glutenvrij is. Nou, daar is nou eenmaal zo. Dus ik heb eerst de kaas van Jinten gesneden. En ik weet dat ik aan die kant geen brood ga gebruiken, maar aan deze kant. Ik ga het brood van Jinten aan die kant gebruiken. Dus dan kan ik ervoor zorgen dat alles schoon blijft. Dus dat alles glutenvrij blijft. Dan heb ik eerst die van Jinten afgeschaafd. En dan kan ik dadelijk die van de jongens afschaven. Maar eerst ga ik even brood pakken. Wat misschien ook nog wel handig is, is ik heb altijd 1 hand die ik volledig schoon hou. En de andere hand waar ik alles mee openmaak, et cetera. Dus dan heb ik 1 hand die gewoon schoon is. En dan kan ik het brood bij de kaas neerleggen. Vervolgens ga ik mijn handen alweer wassen. Want ja, ik heb natuurlijk met 1 hand van alles aangeraakt. En ik gebruik daarom ook de handdoek aan deze kant. Omdat die dan schoon blijft. Want als ik hem daar neerleg, dan kan ik weer gluten op mijn handdoek zitten. Dat is niet de bedoeling. Maar dit is het brood wat Jinten lekker vindt. Ik weet begot niet wat voor een brood het is. Want ik heb het meegekregen van Inge. Zodat zij hier ook brood heeft. En die beleg ik heel eventjes met kaas. En nu ben ik aan de kant van de rest bezig. Ik heb alles voor Jinten al klaarstaan. Ik ben ook een eitje aan het koken voor Jinten. En voor Lian, voor ons. Zodat ze dadelijk ook lekker een eitje erbij kunnen eten. Maar eerst even kaas schaven. Dit is dus de kaas die gewoon door iedereen gebruikt wordt. Dus dat betekent ja, dat. En Jint houdt ook nog wel eens een keer van een blokje kaas. Dus dan wil ze kaasje hebben en dan maak ik van de kaas die glutenvrij is, maak ik dan ook gelijk blokjes. Dus helemaal goed. Zo regelen we dat hier in huis. En gisteren had ik ook kip voor haar. Op haar hadden schnitzel en ze hebben al kip. Dus ze heeft kip gegeten. Dus dat heb ik voor haar geregeld. Dus ja. Je doet je best. En dan heb ik nog voor erbij heb ik nog wat porteltjes over. Ik heb komkommer en ik heb deze. Dus dat krijgen ze er ook nog bij. Lekker even snacken tussendoor en dan kunnen ze gewoon kijken hoe lang ze ermee zelf mee willen doen. Maar goed, dit is dus de opzetkant van het gewoon brood, dus het glutenbrood, kant van de glutenvrij. Dus dat. En
Dan ga ik zo dadelijk lunch maken voor de hele Bambix bende. Want Jinte hoort er ook bij de Bambix bende. En dan ziet een bordje van Jinte ziet er zo uit. Is het lekker? Mm-hmm. Ja? Oké, okay, mooi. En Sammy heeft dit. En die heeft dat. En Jordi die krijgt alleen een broodje, want Jordi die eet dat allemaal niet. De etters zitten allemaal te eten. Ook Jordi. Die heeft lekker lekker. En voordat jullie allemaal gaan zeggen, ja maar met gluten moet je dit, met gluten moet je dat. Dit is allemaal besproken met de mama van Jinte. Dus de mama van Jinte die weet hoe ik werk en hoe ik het doe. Daarom mag Jinte ook hier zijn, omdat ze weet dat ik het gewoon... Dat ik erover nadenk en goed oplet, zeg maar. Dat. Een hele goede middag. Ik had nog niks geopend, maar zoals jullie zagen, we hebben bezoek. Julan en Inge zijn op bezoek en ze blijven een paar dagen. En Jinte, die blijft natuurlijk ook nog even hier. En nou is Jinte lekker cupcakes aan het versieren. Samen met Julan en met Liam. En jij bent een droge cupcake aan het eten, hè? Ja. Ik zie ook al waarom. Ja, daarom dus. Lekker? Ja. Goedemorgen! Ja, we staan op zolder. Ik ga het jullie even laten zien. Ik weet niet of jullie me horen, maar goed hè. Kijk, Niels Rotzooi. Daar is Niels. Hard aan het ramen wassen. Doet ook nog eens iets. En dan staan we hier op de gang, of op de overloop. Tada. Dit wordt nog helemaal afgetimmerd en gedaan. Dus dat is allemaal nog in opbouw. Maar, dan ga ik jullie even laten zien hoe dat de slaapkamer is geworden. Nou, hier staat bed. Dat geloven jullie wel. We hebben hier kastjes staan. De ramen. Ja, ramen moeten we nog wassen. Dus dat komt allemaal goed. Inge is mijn rechterhand voor vandaag. Of ik ben Inge's rechterhand voor vandaag. Inge is de logica mens en ik ben de niet logica mens. Hier staat nog meer. En daarachter staat allemaal zooi. Dus ja, dat. Nou, het bed. En we gaan vandaag verhuizen. Dus Niels en ik gaan daar slapen. Ja? En beneden de kamers gaan ook aan de beurt komen. We zijn met het hele huis bezig. Onze kamer is nu leeg. Ik ga hier slapen. Zometeen niet op de grond. Snap ik. Nee, boven is nog van alles staat nog, maar dan moeten we nog allemaal een plekje geven. Maar we willen gewoon zorgen dat alles over is voor iedereen. Dat alle kinderen vanavond kunnen slapen. Ja. En de rest is slaapverzorging. Ja, dat. Dus daar zijn we vooral mee bezig. Ja, het is 2:30. Dan mag je naar bed. Ja, zoiets. Dan hebben we nog even. Ja, na het eten moeten we naar de stad. Ja, nou. Daar hebben de kinderen een ijsje beloofd. Ja, we zijn heel lief buiten en binnen en op wat spelen. Op elkaar zetten. Ja. Dus wij moeten eigenlijk voor het eten moeten we eigenlijk in de lijn klaar zijn. Nou, we horen iemand schreeuwen. Ze zijn super lief. Nee, maar wij gaan nog even verder. Nou, we zijn nog steeds bezig. We hebben inmiddels Jordi's kamer al zover leeg. Of ja, opgeruimd. Tada! Hi. En op Liam's kamer zijn we ook nog steeds bezig. Tada! En op Sam's kamer zijn we ook nog steeds bezig. Tada! Dus we zijn overal bezig en we zijn ook nog op zolder bezig. Maar hey, er moet ook gegeten worden. Dus ik ga eten maken. En ja, dat is gewoon nodig. Dus ik ga eten maken en we gaan zien hoe het schip strandt en hoe het verder afloopt. Niels gaat na het eten met de kinderen een ijsje eten. En wij gaan nog even door. Ja. Wij gaan vanavond gewoon even iets lekkers doen. Ja. Iets lekkers halen of weet ik veel. Maar we moeten nog in bed liggen, maar dat kun je zelf niet van. Nou, dat dus. En opmaken. Och, dat.
We moeten jullie bed ook nog opmaken. Ja, we kunnen nou toch nergens slapen. Nee, dat. Dus. Ja, dan moeten we overal tussenin. Ja, dat. Nou is het zo dat dadelijk kinderen naar bed gaan. Maar tot zover zijn we gekomen met de slaapkamer voor Liam. Natuurlijk, het gaat allemaal nog geschilderd worden. Wees maar niet bang. Maar voor nu is het even opgelost zo. Toch? Ja. Ja. Zijn wij er ook wel klaar mee. Ja. Dus wij gaan dadelijk de kinderen in de douche doen. En dan, ik zal nog even gauw Sam zijn kamertje laten zien. En Jordi zijn kamertje. Dit is Sam's kamertje. Dit hangt nog steeds zo. We gaan dan nog veranderen. We hebben nog geen tijd voor gehad. Maar Sam's kamertje. En ja, Sam heeft hetzelfde dekbed als Liam. Maar hey, het zijn broers. Dus daar moet niks ergs aan zijn. En deze schilderijtjes hangen er ook nog. Maar in de toekomst wordt ook deze kamer aangepakt. En we hebben natuurlijk speelgoedjes voor Sammy. Daar zo. Dus ja, dat. En we hebben ook op Jordi's kamer van alles gedaan. Het is nog een beetje een rommeltje. Maar ja, Inge en de kinderen logeren hier. En hun spullen moeten ook ergens staan. Dus vandaar. Die staan hier. Maar we hebben het ook op Jordi's kamer een heel eind opgeruimd. Dan gaan we morgen weer verder. En natuurlijk boven hebben we het ook het een en ander gedaan. Maar die ga ik eventjes zonder mijn gezicht erbij filmen. Dus, we zijn nog niet klaar. Morgen de laatste puntje op die. Ja. En dan zijn we klaar. Een beetje sojabruim nog. Ja. En vooral bij Jordi. Ja, en dan houden we het wel weer voor gezien. Voor deze week. Ja, dat. Zie je volgende week weer. Komt allemaal goed. En we gaan ook nog bij Inge natuurlijk aan de slag. Maar dat is Inge haar privé, daar ga ik nooit filmen. Dus, ja, bij deze. We gaan de kinderen in de douche doen. En lekker hun nest in douwen. Ja, en relaxed dagen. Ze zijn gedoucht. Ik heb even pyjama aangetrokken. Nou gaan we kijken hoe dat ze reageert. Ja, baby. Hi. Dit is een kamertje voor Sam, hè? Is Sam's kamer? Nee. Is voor Sammy. Alle konijntjes. Is voor Sammy. Hey, dat is helemaal anders. Oh, kijk uit. Is helemaal anders. Is voor Sammy. En waar zou Liam dan slapen? Hey, Liam. Liam, kom eens mee. Kom eens mee. Kom eens mee. Ga maar kijken. Deze is voor Liam. Dit is voor Liam. Liam's kamertje. Wauw. Met je Playmobil. Wauw. Jee, is helemaal van Liam. Liam, wie slaapt hier? Jij, hè? Wauw! Hi! Ja, ben je blij? En kijk eens hier. Ja! Oké. Okay. Is van oma Emiel, hè? Nee, wil hij niet aan. Nee. We hebben net gedouchen. Hij vindt het wel leuk. We gaan nou wegslapen. Hij moet maar spelen. Ga je spelen? Sammy is lekker aan het spelen. Yay, het is Sammy. Kom hier liggen, Sam. Sam, kijk eens. Sam, kom hier op. Sam, kom hier op. Yay. Waar is jouw bedje? Sam's bedje. Och, scheidluis. Hij heeft nu echt een hele grote bed. Kijk. Ik wil ook dat we... En weet je wat ik het leuk vind? Ja. Ah, oké. Okay. En die is van Sammy. Die is van Sammy. Oh, ik vergeet de vlog af te sluiten. Oh, ik vergeet elke keer die stomme vlog af te sluiten, hè. Maar goed, zoals jullie zagen, we hebben nog eventjes de kindjes hun kamer laten zien. Daarna hebben we boven nog het een en ander opgeruimd. En
kindje lekker schoon hun bed ingegaan. Daarna hebben we opgeruimd, gedoucht. Zijn we op een gegeven moment naar bed gegaan. We waren allemaal zo kapot. Vanochtend zijn ze hier nog steeds. Ze gaan morgen pas naar huis. Dus ja, we hebben nog even gezelligheid. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.